een speech voorbereid. Dat mocht ik doen. Het wordt ook al hartstikke nat, dus ik hou het kort. Van harte welkom bij de formele opening van het Outdoor Fitness Center. Het Outdoor Fitness terrein is een onderdeel van het sportterrein. En voordat we gaan openen wil ik even een klein verhaaltje doen hoe het allemaal tot stand gekomen is. Eigenlijk is dat allemaal begonnen door een besluit van de gemeente Coevorden. Daar zijn ze nog steeds dankbaar daarvoor, dat ze gingen bezuinigen. Ze moesten bezuinigen, dat betekende voor NKVV dat ze maar twee velden mochten hebben in plaats van drie. Dus NKVV had besloten, wij gaan veld 1 houden en we gaan veld 2 ombouwen tot voetbalveld en trainingsveld. Dit is het trainingsveld waar we op stonden, dus die werd niet meer gebruikt of die kwam raak te liggen. Toen hebben we als plaats van belang gedacht van, dat zou hartstikke jammer. Gesprek had met NKVV, met TTV de Rappers en met de ACD, de activiteitencommissie van Douwe Pril. Wat kunnen we er niet een soort evenemententerrein van maken, een sportterrein? Nou, een hartstikke goed idee, dat gaan we doen. Dus we hebben een werkgroepje opgericht waar NKVV, TTV de Rappers en de ACD en plaats van belang zitting innamen. En we zijn heel fanatiek begonnen met wat gaan we allemaal doen? Wat moet er dan op het terrein komen? Nou, het idee is dat. Die waren er genoeg. Dit gaan we doen, dat gaan we doen. We gaan het verharden. We zijn weken, misschien wel maanden bezig geweest met allerlei ideeën. En toen kwam eigenlijk weer naar voren van als je samenwerkt, of als je iets wil doen met meerdere verenigingen. Als je met één vereniging bent, is dat moeilijk samenwerken. Als je met meerdere verenigingen wat wil doen, dan is communicatie en samenwerking is toch wel heel belangrijk. En communicatie is een verrekt mooi woord, maar in de praktijk brengen is altijd wat lastiger. Dus soms spraken we best wel langs elkaar heen en op een gegeven moment zeiden maar dit kan niet meer jongens, we moeten wel doen. Gewoon doorgaan. En toen hebben we dus al besloten, er moet gewoon één kapitein op het schip komen, een soort van projectleider. Dat is bij het kleine team geworden en vanaf dat moment hebben we het idee ook echt in praktijk kunnen brengen. Het eerste wat we gedaan hebben, dat ziet u hier bij elkaar liggen, is het deels van het voetbalveld, het trainingsveld verharden. In week 5 of 6 zijn we met meer dan 40 man bezig geweest om het terrein te gaan verharden. Het was best wel eens lastig, heel veel werk, maar het is ons gelukt. Het tweede deel, dat kwam toen de sprake, TTV de Rappers, ik noem het nu gewoon even de Touwtrekvereniging. Die kon een mooi gebouw op de kap tikken, een school in Hogeveen. Wij willen graag dat gebouw neerzetten hebben in plaats van het oude gebouw die we hebben. Nou, dat is hartstikke mooi gebouw. Toen zeiden we van, het is zo'n mooi gebouw, zonder dat je die op de hoek neerzet, of aan de kant van de bosje, zet hij die mooi daar neer, aan de ingang. Is dat veel mooier. Nou, dat is hartstikke mooi. Het gebouw is er neergezet. En toen zei al iemand van, jongens, dit komt niet goed. Want zitten we wel in de stemmingskant op haar, natuurlijk wel. Zitten we op dit oude stukje hoop, dan hier ook. Nee dus, de gemeente tikt ons op de vingers. Dus dan, we kunnen doen zijn, leuk. Maar stoppen met die spullen, want we moeten eerst in de stemmingskant nog krijgen. Nou, het resultaat daarvan was dat we weer een half jaar verder waren. Uiteindelijk was in november 2018 dat de TTV Rappers een nieuw onderkomen had. En waar ook Fysio Totaal in kwam te zitten. Hartstikke blij natuurlijk, TTV de Rappers in nieuw onderkomen. Fysio Totaal hier blij en dan zou ik heel erg blij dat we een eigen Fysio Totaal hier hebben. Vervolgens was de volgende stap, we waren er al mee bezig. Hey, we zitten op een sportterrein, dan moeten we eigenlijk ook een evenement aanmaken waar mensen kunnen sporten. Nou, dan ben je met dat we daar een terrein stappen, wat moet er dan worden? Toen werd er dus het sportterrein een outdoor fitness gebeuren. Een auto fitness gebeuren waar mensen gewoon lekker buiten kunnen sporten. In de open lucht. Dat is een mooie vandaag om te sporten. Nou, dan ga je met elkaar aan het zoeken op internet. Wat moet het dan gaan worden? Nou, uiteindelijk kwamen we uit bij Marwel. Nog wat uitgenodigd. En we kwamen al gauw. Dat wilden we gaan openen, maar toen kwam corona. En mochten we de boel uit gaan stellen. Dus we staan nu hier om lekker in de regenen. De boeken gaan openen. En ik wil er nog wat bij zeggen van sporten is ontzettend belangrijk. Dus ik denk, weer een reden om hier naar buiten te gaan sporten.
twee weken terug zag ik op Facebook iets voorbij komen, die ik hoop direct tegen. Het gaat op een meneer, nou, ik weet zijn naam niet meer, die is misschien dat heel geleden, Erik Schredder. Ja, weet ik niet, hij maakt vaak onderdeel uit van het operationeel coronateam in Nederland. En zijn artikel begon met, beweging is het middel tegen corona. Dus bewegen met z'n allen. Heel veel mensen die zijn lichamelijk niet meer actief, inactief. Hij zegt we moeten gaan bewegen. Niet correct. Weer een reden om met z'n allen naar buiten te komen. En Lieke Nooy is ook aanwezig. Lieke woont in de krant staat altijd Lieke uit Doeborg, maar is echt niet waar. Dus Lieke uitdalen veel. Dat ook een jaar, hè? Dus Lieke uit Nieuwe Grim. Maar Lieke Nooy is wielrenner. En dat is de nieuwe Annemiek van Vleuten over 10 jaar, denk ik. Lieke. Ik zag het wel, hè? Ja, hè? Lieke die is, dat ga ik zo meteen wat zeggen. Lieke is wielrenster, sportvrouw van de gemeente toevallig van afgelopen jaar. En op dit moment is het ontzettend goed met de wielrenner. Ik ben blij dat jullie twee aanwezig zijn om voor ons de opening te gaan doen. Jullie staan er ook nog wel eens kijken. Naar die kant. Even deze kant op kijken. Ja, gooi hem erom. Lieke, wil je ook even zo kijken? Zo ja. Ja! Kijk, dit is het. Jullie klappen, maar jullie zien dat het is. Dit is het bord van Vitaal Dalen Veel. Hier staan alle sponsors op genoemd die een bijdrage geleverd hebben om dit financieel mogelijk te maken. En daaronder een dankje aan de vrijwilligers die allemaal geholpen hebben. En aan de vier samenwerkende verenigingen. Graag bedankt, Dalen Veel. En KVB, de Rappers en de ACD. Dus dit hebben we allemaal mol gemaakt. Ik wil nu graag het woord even geven aan Joven. Ik wil wel komen, ik wil wel wat zeggen. Dus bij deze. De laatste is een zware geloof. Maar dames en heren, we hebben nu een opening gehad. En dat heb ik samen mogen doen met Dikke. Dat is op die vleugel gewoon, want Lieke, ja, je weet al, is onze toekomstige kampioen. Een grote talent. Gelukkig hier uit Koevallen, uit Nieuwe Krim hoor ik. Ja, Nieuwe Krim of zo. Dat vind ik fantastisch. Dames en heren, onderschat dat niet. Ze is net vanuit Frankrijk. Komt ze hier weer aan. En voor over 2 dagen ga je richting België. En vanuit België gaat ze voor 7 dagen naar Frankrijk. Dat is een bijzondere opgave natuurlijk. Dames en heren, geef ons talent even een daverend applaus. Ondersteuning voor je toekomstige ritten. En we volgen je heel nauwkeurig met vol enthousiasme. Want we gaan zeker nog heel veel van jullie van jou horen. Maar ook hopelijk van het krachtteam waar jij volgend jaar misschien bij Wurent. Want je moet nu wel een hele grote investering doen om prof te worden. Dames en heren, dat is een vereniging. Als u haar eens even spreekt, dan weet u wat we toch zijn letterlijk en figuurlijk moet doorstaan om op dat hoogste podium te komen. Dat is echt geen kleinigheid. En ik heb daar diep bewondering voor en diep mijn respect voor. Dus heel veel succes in je loopbaan. En dan het mooie van dit geweldig succes. Ik dank jullie wel. Heel veel succes. Ik vind het heel erg mooi dat Dalen Veel dit voor elkaar heeft gegeven. Om zo'n sportplek te creëren in zo'n dorp als Dalen Veel met... Met 700. En ik weet ook dat dit niet zomaar in elkaar wordt gezet. Maar goed, door de gemeente is het allemaal mogelijk gemaakt. En het bestuur heeft hier ook heel veel tijd ingestoken. Dus petje af daarvoor. En ik zal hier ook wel een keer bij van.